kikkers. Ja, beste kikkers. Hallo, beste kikkers. Hallo, beste kikkers. Ja, naast me staat Stephanie Blong van de SP. Hè. Okay. Ja, jullie gaan zich inzetten en jullie hebben zich eigenlijk al ingezet voor de toeslagaffaire hier in Maastricht. Ja, natuurlijk vooral op landelijk niveau met Renske Leijten heel veel aandacht aan besteed. En ik moet eerlijk zeggen dat wij op lokaal niveau, vind ik, naar alle verhalen net gehoord, we hebben misschien iets te weinig tot nu toe hebben gedaan. Ik ben erg geschrokken van de heftigheid van de levens van deze sterke dames. En we hopen dat we daar vanaf nu in ieder geval meer aan kunnen gaan doen. Dat in ieder geval weer op de agenda te krijgen en er ook op te houden. Want ik denk dat dat het probleem geweest is. Ook sinds jullie item vorig jaar weinig mee gebeurd. Dus dat hopen we te doen. Ja, toen hoorden we al zeggen, de wethouder, ja, er zijn geen toeslagouders hier in Maastricht. Ja, dat zijn ook de antwoorden die ik heb teruggevonden uit 2023 van Mirjam volgens mij. Toen kwamen er ook van, er zijn er hier niet. Zoals Chantal zei, er zijn eerder antwoorden geweest dat het er 50 zijn of 70. Maar hier wordt gesproken over minimaal 200. Dat lijkt me meer realistisch dan die 50 of 70. Dus ik weet niet zo goed waarom de wethouder het niet op het vizier heeft of de ambtenarij. Maar dat is wel echt iets om je ook zorgen om te maken, denk ik. Ja, Chantal, die zit in de stichting, of de stichting ook opgericht voor de toeslagouders. Hè. Ja, wat vindt u ervan dat ze zeggen dat hij misschien geen toeslagouders zien? Ja, ik schrik er wel van, omdat natuurlijk niet alleen maar Maastricht voor de gemeente of voor de inwoners van Maastricht de brede ondersteuning uitvoert. Maar ook voor Valkenburg, Meersen en de gemeente Margraten. En ja, ik kom toch echt met, als ik de kinderen meetel, op een ruim 650. Ja. En dan moeten de ex-partners van gedupeerden, die moeten dan nog langzaam binnenkomen. Ja, dus ze hebben zich al 3 jaar ingezet en de wurst van kastje naar de muur gestuurd. Ja, dat klopt, want hij zou ook niet, alle zelf zouden geen belangstelling hebben tot lotgenotencontract. En dat is heel lang stilgehouden. Ja. Zit je ook in hierop misgelopen of krijg je nog te goede, heb je nog dingen te goed nog van de gemeente ook? Ja, de gemeente Maastricht deed niet met terugwerkende kracht. Dus wat lui van de zogenaamde katshuisregeling gefinancierd hebben, kregen ze helaas niet terug. Terwijl het beleid van de VNG met terugwerkende kracht is ingezet. Wat ga je vragen aan de wethouder? Ja, daar moet ik nog even over nadenken. Chantal en de dames hebben ook een aantal vragen voor ons als raad op papier gezet. Niet dat we die één op één klakkeloos indienen wat iedereen ons voorlegt. Maar dit zijn hele, hele, hele goede vragen die het ook verdienen om gevraagd te worden. Alle collega's krijgen dit mapje op hun bureautje straks. Dus niemand kan ook meer ontkennen dat het aan de hand is. En we hopen van harte, dat zeker ook omdat er wat regelingen gaan aflopen, dat we als Maastricht een iets zachtere landing kunnen gaan creëren dan wat ik tot nu toe gehoord heb het geval is. Ja, een beetje groot neus, Chantal. Ja, wil zich de kikkers oproepen of misschien nog luid toezien? Die wat misschien helemaal niet hij van af weet of dat hij nog daarvoor een aanmerking komen. Ja, heel geren zelf. Ik snap dat de drempel naar de gemeente Maastricht best hoog is. Dus je mag je als je wilt melden op stichtinggedupeerdeouders.nl. Maar je mag ook de SP benaderen. En dan wellicht dat voor zowel een grotere groep krijgen. Want je zit echt niet alleen. En ook kinderen. Alsjeblieft meld u, laat u helpen. Want het is wel belangrijk dat je met elkaar ook in gesprek kunt gaan. Want je ziet het echt niet, Sjeld. Dat is u overkomen. Oh, ik weet wat los is in mijn streek.